La hawla la illa al ya ya sultan. Ik wil het vandaag hebben over vriendelijkheid. Uh, dit is een essentieel onderdeel van de islam, van de moslim, van de mu'min. Een van de dingen die de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam zo mooi maakte, is dat als hij wordt beschreven... Hij altijd werd beschreven met een glimlach. Hij glimlachte naar iedereen, ook zijn vijanden die de ergste dingen tegen hem uh, hebben verricht. Uh, glimlachte hij alsnog en, en vergaf hij. En vriendelijkheid naar schepselen van Allah de Verhevene, want Allah die geeft zoveel aan zijn schepselen, zelfs als zij niet in Hem geloven, zelfs als ze Hem uh, onrecht aan of slecht over Allah praten dan alsnog geeft Allah heel veel uh, aan, aan, aan zijn schepselen en hij uh, zorgt voor, voor hen uh, voor ons is het dan ook belangrijk als wij Ghalifa willen zijn van Allah op deze aarde Galifia is, is eigenlijk vertegenwoordiging uh, is dat wij ook uh, heel vriendelijk met iedereen omgaan uh, en de profeet Mohammed Wasallam heeft vele mooie voorbeelden uh, hoe hij wel niet was tegenover dieren, uh, tegenover zijn buren. Uh, hij, zijn Joodse buurvrouw uh, gooide telkens uh, vuil voor zijn, voor zijn huis, uh, et cetera. Maar hij bleef vriendelijk, hij bleef lachen. Uh, tot op de dag dat er een keer geen vuil lag voor zijn huis. En hij zei: Wat is er aan de hand? Hij ruimde het altijd gewoon netjes rustig op. En hij bleef, hij bleef rustig, verdraagzaam. En hij gaat langs bij zijn Joodse buurvrouw en vraagt, gaat het met u, wat is er aan de hand? En ze was ziek, dus hij, uh, hij, hij, hij bezocht de zieke. En toen zij dit merkte, zodat je vriendelijk kan zijn terwijl die ander zo slecht is geweest tegen jou. Dit is de, de hoogste het hoogste niveau van, uh, van een mens wat een mens kan, kan, kan behalen. En dat is ware spiritualiteit. Ware spiritualiteit is vriendelijk zijn uh, tegen uh, iedereen. Zelfs tegen mensen die, die slecht doen uh, die, tegen jou. Uh, ook goed praten. Beleefd praten. Uh, mooie woorden gebruiken. Uh, niet schelden. profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eén wonder waar al jou kan weten. Dat het voor waar dat hij een echte profeet is. Sallallahu alayhi wa is. Hij heeft nooit gescholden. Wie kan dat nu zeggen? Nooit, nooit schelden. Als je nu op straat loopt, je hoort weet ik voor wat voor woorden allemaal voorbij komen. Bij de jongste kinderen zelfs. En er is een man in deze geschiedenis die nooit heeft gescholden. En dit is door vele bronnen bevestigd. Dit is ongelooflijk. Dus die, die vriendelijkheid die zal, die zal ervoor zorgen dat je een heel hoog niveau bereikt omdat Allah ervan houdt uh, dat je geduldig bent met mensen die, uh, die vervelend tegen je doen, uh, die kwaad op je zijn. Maar als jij rustig blijft en je breyf, blijft vriendelijk, uh, dan zal er een grote beloning voor, uh, uh, voor je staan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon. Wa Al على المرسلين. Walhamdulillahi rabbil Alamin Al-Fatiha.